Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DRRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland. Und an alle Meisjes, 88. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. The following program contains strong language throughout. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 News. We beginnen vanavond met de 5 Nederlandstalige Daily Minutes uitzendingen van afgelopen week. En aan het eind van de uitzending is er zoals altijd de Deutschlandrundspruch. Veel luisterplezier vanavond. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 9 mei 2016. Dus het bulletin van maandag. Ik was helaas enorm laat thuis vandaag. En ik heb dus geprobeerd nog wat nieuwsberichten te maken, maar helaas is dat niet gelukt. Ik heb wel een andere tekst voorbereid, maar die is nog niet helemaal klaar om uit te zenden. Vandaag begin ik dus met deel 13 van de serie over antennes. Alle fouten en versprekingen blijven daar vanwege de beperkte tijd in zitten. Ja, als je het over versprekingen hebt, dan gebeurt het ook meteen. Hè? Verder ga ik verder met de Rain Report over de spionageradioapparatuur uit de Tweede Wereldoorlog. Die serie is in het Engels. Dat is de serie waar ik gisteren de eerste minuten van heb uitgezonden. Er is wel een SSTV-plaatje in PD50, geschikt voor smartphone. Als het ook maar enigszins lukt en een morse oefening. Deel 13 van de serie over antennes gaat opnieuw over de magnetische loop. Ik ga wat langer op dit antennetype door, omdat het een antenne is voor beperkte ruimte. Je kunt hem ook binnen het huis opstellen. En veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder mogelijkheden dan in het verleden haalbaar was om plaatsing van een antenne mogelijk te maken. Daarnaast is de magnetische loop een van de antennes, zo niet de belangrijkste, die iets doet aan het onderdrukken van de storing waar veel amateurs tegenwoordig door worden geplaagd. Dat laatste is iets waar ik deze serie over antennes nog meer op zal ingaan. Hoe kun je voorkomen dat je storing binnenkrijgt? Ik weet nog dat een paar jaar geleden hier een amateur op bezoek was. Misschien weet hij het zelf ook nog wel. Die meldde dat ik mijn korte golfantennes makkelijk zo zou kunnen ophangen of opstellen dat ik een sterker signaal zou hebben. Dat is inderdaad waar. Ik heb mijn draadantennes voor de korte golf echter zodanig opgehangen dat de hoeveelheid ruis die ik vanuit de huizen hier ontvang zo gering mogelijk is. Inmiddels werkt dat al niet meer, het is niet meer effectief genoeg. De hoeveelheid storing is bij mij behalve op 50 en 70 megahertz zo groot geworden dat eigenlijk op alle banden dat ik er flink last van heb en dat me dat kort wiekt in mijn mogelijkheden. Ik wil zelf dus binnenkort ook nog iets gaan doen om die storingen weer kwijt te raken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in mijn geval een constructie zijn met een aparte antenne voor zenden en van ontvangen. Maar terug naar de loopantennes en dan met name die kleine magnetische loop. De kleine loopantennes worden vooral voor de lagere frequentiebanden gebruikt, ruwweg tot ongeveer 20 MHz. Maar je ziet ook nog wel dat ze voor de banden net daarboven nog worden gemaakt. In de vorige aflevering ging het vooral over de grote loop en bijvoorbeeld de mogelijkheden om zo'n antenne meer versterking te geven. Vandaag gaan we weer naar de kleine magnetische loop. Die antenne waarvan het richteffect 90 graden verschilt van de grote loop en de antenne die in staat is om die vervelende storingen uit de ontvangst weg te laten.
Het verschil in 90 graden ten opzichte van een grote loop is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk als je er wat verder op ingaat. Een kleine magnetische loop gedraagt zich eigenlijk gewoon als een gekoppelde spoel, zoals bij een transformator, waarbij het hoogfrequentveld dat je wilt ontvangen gezien kan worden als de primaire wikkeling van die transformator en de antenne gezien kan worden als de secundaire wikkeling. Dat de antenne in de richting waar een grote loop het meest gevoelig is een dip heeft zitten, laat zich ook gemakkelijk verklaren. Bij een grote loop staat er een staande golf op de antenne. Dat wil zeggen dat op de tegenoverliggende zijde van de antenne de stroom steeds in tegenfase is. Bij een magnetische loop is de stroom overal op de antenne ongeveer gelijk groot. Dat betekent dat signalen vanuit dezelfde richting als waar de grote loop juist het meest gevoelig is, bij de kleine loop uitdoven. Immers, de spanning in de antenne is in dat geval overal gelijk. En bij de twee antenneaansluitingen stijgt de spanning en daalt de spanning dus op hetzelfde moment. Daardoor kan er op dat moment tussen de beide antenneaansluitingen dus geen stroom lopen. You're listening to the Rain Report from www.therainreport.com. They would build a radio on a breadboard. We're all familiar with breadboarding radios. This one's pretty easy to see. So they got a little more clever and they started building them into suitcases. And then they got even more clever and they started building them into household items. An electric iron. If you unscrew these two wing nuts and take the cover off the iron, you see that inside the iron is a radio set. A telephone book with a radio set in it. A furniture leg that's been hollowed out to accept a radio receiver. A birdhouse that they built a radio receiver inside. And again, with the penalty of death, you practically had to glue birds on this house so it would look realistic so that nobody would take a peek inside. A phonograph that's been modified with its innards removed and a radio set built inside it. There are a number of museums, if you ever get over to Europe, in many countries, particularly in Denmark and in Norway and in France, where they have these radios on display. It's very impressive to see the ingenuity that people use to build these things. An oil can looks like motor oil, but it has a fairly sophisticated radio and a power supply built into it. Very neat stuff. This is probably the most well-hidden radio that has ever been discovered that they used. It was actually built into a plate put into your mouth, and it uses a very interesting physiological effect where if you impose an audio frequency into a person's mouth, they can actually hear the sound. You may not know that, and I don't advise you try it because some audio frequencies carry a fair amount of voltage, but if you look it up, you'll see that there's some fancy name for it, but you can actually impose an audio frequency in the mouth and receive information from it. Some people discover that when they have fillings put in their teeth that are of dissimilar metal, like a platinum filling and a gold filling put together. And when you bring your teeth together, it acts like a little diode detector. And people report being unable to sleep at night when they live near high-powered radio stations because they're hearing this constant music in their ears. Very interesting little phenomenon that was discovered and used during the war for this purpose. Most of the receivers were the Sweetheart radio receiver, and these things were cranked out by the thousands by the British, and they were provided to spies in all of the occupied countries. Very nicely built little tunable receiver and a power supply. Earphones were used by the resistance fighters. They would simply string up a piece of wire someplace and hook up the Sweetheart radio and try to listen in to the broadcast from England, which would be giving them information about whether invasions were planned or what kind of information, what kind of specific spying information they needed during the war. Of course, the spies in Europe had to be able to get the information back to England and wasn't fast enough to send it by ship. And so they built radio stations. And the people who operated these radio stations were known by the nickname of pianists because they were playing the telegraph keys. And again, the penalty for doing this was unquestionably death. I mean, if you were caught transmitting a signal with any kind of radio, you were just shot. There was no question about it. So these people were very, very, very brave. A spy
codenamed Paulette, lived in France and transmitted information from France back to England using a spy radio built into a suitcase. She was a very, very important source of information. She came to Normandy before the invasion at age 23, a very extraordinarily brave person. She sent half-hour coded reports and then ran for her life, literally knowing that she would be found by direction finding within 1 to 1.5 hours. So it was a very, very scary process and very scary game that she was playing. And she deserves an incredible amount of credit for that kind of bravery. There were others, her typical installation with telegraph key, hidden spy radio, and a crank power supply. And in order to know the information to send, information had to be gotten to these pianists. And one of the ways to do that was to put it inside a rotten-looking loaf of bread. Another was to carry it inside your mouth so you could chew it and swallow it if it looked like you were about to be captured or questioned. This is a spy radio in a suitcase, and this woman is carrying it. One of the things I discovered when I finally bought one of these things is that Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 mei 2016. Dus het bulletin van dinsdag. Vandaag is er morsen bij de uitzending en een smartphone geschikt SSTV plaatje. Gisteren ontstond na de uitzending een gesprek over de SSTV beelden in de uitzending. Vervolgens is er een enquête op internet geplaatst. Ik wil niet het gesprek van gisteren opnieuw beginnen, maar ik wil wel zowel de voor- als de tegenstemmers en iedereen die verder gereageerd heeft hartelijk bedanken voor hun reactie. De bedragen voor de AM-vergunningen zijn bekend. Het zijn geen goedkope vergunningen. En voor het verlenen van een vergunning wordt €153 in rekening gebracht. Hetzelfde bedrag als voor een amateur ATOF. Daarnaast moet voor een 1 watt vergunning op 1485 kHz dit jaar een bedrag van €161 worden neergeteld. En voor de 1 tot en met 100 watt vergunning €428. Deze laatste bedragen zijn voor het toezicht op de zenders door AT. De bedragen zijn overigens nog niet definitief. Ze zullen definitief bij wijziging van de vergoedingen voor 2016 worden vastgesteld. Ik denk dat met name het grote bedrag voor de 1 watt vergunning de belangstelling hiervoor flink zal dempen. €314 in het eerste jaar en mogelijk €161 in de jaren daarop is echt wel fors als je het kleine bereik daarbij in aanmerking neemt. Maar misschien zijn het nu vooral ook de serieuzere partijen als de kerken en een voetbalclub die een vergunning zullen willen. Hopelijk dat bij de definitieve vaststelling van de bedragen hier nog eens naar gekeken wordt. Ik overwoog zelf ook om een vergunning voor 1 watt aan te vragen. Hoewel ik geen idee had, hoopte ik dat er een bedrag van bijvoorbeeld tussen de 30 en de €100 per jaar voor gerekend zou worden. Dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan, maar nu zie ik er voorlopig maar vanaf. En een 100 watt vergunning is voor mij ook niet echt aantrekkelijk. Ik ga echter wel binnenkort op 1485 kHz luisteren. Ik heb een portofoon die daarop werkt en wie weet wat ik onderweg zoal tegenkom.
Murray Greenman, Zulu Lima 1 Bravo Papa Uniform, in het dagelijks leven gepensioneerd en chauffeur van een schoolbus, is bekend van het ontwerpen van een paar van de meest innovatieve modulatiesoorten als Domino EX, EX Chat en meer recent FSQ. Murray komt nu met een geautomatiseerd systeem voor het detecteren van zogenaamde long delayed echo's. Je hoort wel eens verhalen als zou iemand een in de ruimte geschoten en op raadselachtige wijze naar de aarde teruggekeerde toespraak van Adolf Hitler op zijn korte golf radio hebben gehoord. Dat gebeurt echter niet, maar het verschijnsel van de lang vertraagde echo's bestaat wel. Dat je een echo hoort op een korte golfsignaal is op zich niet zo zeldzaam. Bij deze lang vertraagde en tot nu toe onverklaarde echo's gaat het meestal om tijden van 2 tot en met een seconde of 20 vertraging. En dat is wel redelijk zeldzaam. FSQ is een door ZL1BPU ontwikkelde zeer geavanceerde chatmode. Bij de software hiervoor zit ook een programmaatje dat FSQ Plot heet, waarmee je op een grafische manier de signaal-ruisverhouding van bepaalde stations kunt vastleggen. Door de ontvangst van een aantal stations met dit programma te koppelen, kan ook onderzoek worden gedaan naar de long delayed echo's. Met FSQ Plot kan nu aan het onderzoek van LDE's worden deelgenomen. Meer informatie kun je vinden door met een zoekmachine te zoeken op de call van ZL1BPU, Zulu Lima 1 Bravo Papa Uniform en dan het linkje over FSQ op www.qsl.net aan te klikken. In deel 14 over antennes gaan we nog even verder op de kleine magnetische loopantennes. In dit gedeelte gaat het over kleine magnetische loopantennes voor ontvangst. Zoals ik al gemeld heb, zijn de ferrietantennes uit AM-radio's ook kleine loopantennes. De antenne wordt afgestemd met een draaibare condensator die meeloopt met de afstemming van de ontvanger. Bij multibandapparaten zitten er vaak één of meerdere aftakkingen op de antenne die gebruikt worden voor de andere banden. In oude radio's zag je wel dat enkele tientallen wikkelingen aan de achterzijde van het apparaat waren gewikkeld zonder ferriet in de vorm van een raamantenne. Bij modernere radio's zijn de wikkelingen vaak kleiner en zijn ze gewikkeld op een ferrietstaaf. Die staaf zorgt ervoor dat een fysiek kleinere antenne toch een groter effectief antenneoppervlak heeft. Dit soort ingebouwde loopantennes zijn meestal gemaakt van lietse draad. Dat is draad bestaat uit meerdere dunne draadjes die elk weer geïsoleerd zijn. Op deze lage frequenties helpt dit isoleren van die dunne draadjes tegen het skin-effect. In het Engels zijn er verschillende namen voor zo'n ferrietantenne in omloop. Zelf vind ik loopstick wel een leuke. Dit soort ferrietantennes zijn overigens bijzonder ineffectieve antennes, maar op een band als de middengolf valt dat niet zo op vanwege de grote hoeveelheid achtergrondruis op dit soort lage frequenties. Een kleine loopantenne is dus niets anders dan een spoel. De impedantie van zo'n antenne is dus ook vooral een inductieve reactantie. Door de afstemcondensator wordt die spoel gecompenseerd, of eigenlijk die inductieve reactantie gecompenseerd. Omdat de loop een afgestemde kring is met een hoge Q-factor, is de bandbreedte vrij klein en moet die condensator afstembaar zijn. De stralingsweerstand bij een kleine loop is doorgaans veel lager dan de verliesweerstand. En die verliesweerstand die wordt veroorzaakt door het materiaal waarvan de antenne is gemaakt. Door dat verschil en die veel hogere verliesweerstand verdwijnt de meeste door de antenne ontvangen of uitgezonden HF-energie in die verliesweerstand. Bij zenden is dat grote verlies redelijk catastrofaal. Bij ontvangen valt dit mee. Bij frequenties onder 10 MHz is de ruis veroorzaakt door de atmosfeer en door mensen doorgaans sterker dan de thermische ruis die in de ontvanger wordt gegenereerd. Als de antenne efficiënter wordt, worden daarmee niet alleen het gewenste signaal op deze banden sterker, maar neemt ook de achtergrondstoring evenveel toe, zodat we met de bereikte antennewinst niet zo heel veel opschieten. Vergeet niet, als je in digitale spraak geïnteresseerd bent, om naar de D-Star-ronde te luisteren vanavond vanaf 8:30 op onder andere XRF088B op zowel D-Star als DMR. Meeluisteren online gaat meestal via de site van Frans PD4FMJ en dat is papadelta4foxtrotmikejuliet.nl en dan kun je op een van de tapjes bovenaan klikken. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt. Wij zouden ons heel erg schuldig voelen als er door de plaatjes ooit wat ergs gebeurt. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Het is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 mei 2016. Dat is het bulletin van woensdag. Vandaag is er weer morsen in de uitzending en ook een SSTV-plaatje in PD50 geschikt voor de smartphone. Agentschap Telecom, goedemorgen. Goedemorgen. Help mij nog eens even, de middengolf, dat is voor de oudere jongeren nog wel te begrijpen, maar er zijn heel veel jongeren. Wat is het ook alweer, die middengolf? Wat gebeurt er precies op? Nou, de middengolfband, dat is een deel van het radiospectrum. Dat wordt gebruikt door radioomroep. En mensen zullen die middengolfband ook wel herkennen als de AM-radio. En met ons nieuwe beleid is het mogelijk om vanaf vandaag een vergunning aan te vragen voor uit te zenden op laag vermogen voor deze frequenties. En kunnen veel mensen hem nog vinden, die middengolf? Ja, ze willen wel natuurlijk, maar hoe wordt er nog veel naar geluisterd? Nou ja, het is natuurlijk een kleinere doelgroep, want je hebt wel een oudere radio nodig, of je hebt in ieder geval een radio nodig die AM kan ontvangen. Dus de doelgroep is wel beperkt, maar er zijn uiteraard nog mensen die naar AM luisteren. En als mensen nu enthousiast worden, wie kunnen aanvragen vandaag? Nou, in principe kan iedereen aanvragen. Dus iedereen in Nederland kan een aanvraag bij ons indienen. Maar we verwachten dat het met name interessant is voor mensen die op heel lokaal niveau een radiostation willen gaan beginnen. Maar het kan ook interessant zijn voor bedrijven of voor sportverenigingen. Al dus een deel van een interview met Mirjam Suurmeijer van Agentschap Telecom vanochtend vroeg op BNR Nieuwsradio. Een link naar het volledige interview is onder andere te vinden op pnlete.nl. Ik heb begrepen dat er ook al op enige schaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag te doen. Ik moest AT toevallig vandaag ergens over bellen. En het nummer was niet geblokkeerd door grote hoeveelheden vragenstellers over dit onderwerp. Hamdmr.nl, de site van Peter PA3PM, meldt dat de doorgaans goed ingelichte site van de VA3XPR meldt dat er een nieuwe dualbandzendontvanger in aantocht is voor 2 meter en 70 centimeter vanuit Oostenrijk. Betreft hier een gezamenlijk initiatief van de Oostenrijkse amateurvereniging OVSV, de Duitse DARC en IARU Region 1. De zendontvanger, een mobiel apparaat onder de generieke naam New Radio, is multimode en ondersteunt zowel D-Star, DMR als C4FM, oftewel System Fusion. Er is al eerder over dit initiatief bericht. Het doel van het initiatief is om aan fabrikanten het experimentele karakter van de amateurdienst duidelijk te maken. Men wil via dialoog met toonaangevende fabrikanten van apparatuur in de toekomst komen tot amateurapparaten die hieraan recht doen. Een redelijk spectaculair uitvloeisel is nu dat er al een foto van het betreffende apparaat gepubliceerd kon worden. De zendontvanger beschikt over een 1,8 GHz processor, een Linux besturingssysteem, een kleuren aanraakscherm en 50 watt output. Deel 15 van de serie over antennes gaat grotendeels wat dieper in op de details van de ongevoeligheid voor interferentie van de magnetische loopantenne. Dat maakt namelijk ook duidelijk in welke situaties de antenne wel of niet effectief kan zijn. Ik begin echter met nog een positieve eigenschap van de magnetische loop. Dat is de hoge Q-factor van zo'n antenne. Een bandbreedte van 10 of 20 kHz van zo'n antenne in de 40 meter band is een heel gebruikelijke waarde. Dat betekent in de praktijk dat zo'n antenne een uitgezonden FM-signaal van een gebruikelijke bandbreedte, dus vanwege de filterwerking van de antenne, al kan vervormen. Overbodig om te zeggen dat die filterwerking ook gunstig uitpakt voor de ontvanger die ernaast staat opgesteld of die erop aangesloten is. Niet alleen wordt de spiegelfrequentie alleen al door de antenne grondig onderdrukt, ook oversturing door sterke signalen van binnen of net buiten dezelfde amateurband worden al zodanig onderdrukt dat de ontvanger hierdoor minder te verduren heeft. Blijft natuurlijk wel het nadeel dat je zo'n antenne voortdurend opnieuw moet afstemmen als je kuur zwaai gaat. Maar goed, aan ieder voordeel zijn uiteraard ook weer nadelen verbonden. Maar goed, omdat een kleine magnetische loopantenne direct op het magnetische veld koppelt, waar andere antennes voor zowel het elektrisch als het magnetische veld gevoelig zijn, is de magnetische loopantenne relatief ongevoelig voor het elektrische veld van nabije bronnen. Dat kwam eerder ook al aan de orde. Er bestaan ook hertziaanse korte dipolen die precies een tegenovergestelde werking hebben van die van de kleine magnetische loop. Dit soort antennes werken uitsluitend op het elektrisch veld en niet op het magnetisch veld. Op golflengtes waar radiogolven zich bevinden zijn storingen die uitsluitend uit magnetische golven bestaan echter zeldzaam. De storingsonderdrukkende werking van de kleine magnetische loop geldt, ook al bevindt de stoorbron die dit elektrisch veld veroorzaakt zich vlak bij de ontvangstantenne.
Het effect is even groot of de stoorbron nu op een halve golf afstand van de ontvangstantenne staat of pal ernaast. Dit is een erg waardevolle eigenschap, want bijna alle traditionele stoorbronnen op dit soort frequenties, zoals vonkstoringen van bijvoorbeeld slecht afgestelde bromfietsen, corona-ontladingen, noem maar op, bestaan uitsluitend uit een elektrisch en dus niet uit een magnetisch veld. Echter, het elektrisch veld reikt in tegenstelling tot het magnetisch veld niet heel ver en dooft snel uit naarmate de afstand tot de antenne groter wordt. Een stoorbron die zich verder dan een hele golf bij de antenne vandaan bevindt, zal zich gedragen als een magnetische golf, of de oorsprong van deze golf nu elektrisch is of magnetisch. Een kleine magnetische loop zal daarom dus alleen stoorsignalen onderdrukken die zich op minder dan een hele golflengte afstand bevinden. Op 80 meter zijn dit dus storingen dichterbij dan 80 meter en op 40 meter dichterbij dan 40 meter, maar dat zal duidelijk zijn. Dit is echter niet zo erg. Kleine magnetische loops worden vanwege de grote afmetingen van full-size antennes toch al uitsluitend op de lagere frequenties gebruikt, waar een hele golflengte dus toch nog een flink oppervlak beslaat. You're listening to the Rain Report from www.therainreport.com. This is a spy radio in a suitcase, and this woman is carrying it. One of the things I discovered when I finally bought one of these things is that they're incredibly heavy. They have a very, very large transformer inside them, multiple voltage tap transformer. And so she was really struggling to hold on to this thing as she went up those steps, and you can see the frightened expression on her face. Well, it's okay if you take my picture, but don't show it to anybody. And here's a guy looking rather dapper on his bicycle, perfectly normal little knapsack with a normal looking little suitcase back there that happens to be a B-2 spy radio inside that suitcase. So it was an amazing time with these people running around with these radios. And of course they would set them up wherever they could. A bunch of spies set up in the woods, string up an antenna by just hooking it over a tree and transmitting machine gun at the ready if any enemy show up. Two machine guns in this case, and another group of people using a radio with a hand crank generator back there, sending transmissions back to England. In America, we also had spies. This guy was masquerading as a ham radio operator. Surprise, surprise. I don't know his call letters, but you can see the Hallicrafter's radio over here and his pet dog over here. And he was just simply sending coded messages back to Berlin from New York City. We grew up at that time. I was about 5 or 6 when World War II was going on. So everybody was a spy. You looked around, that person looks like a spy, or that person looks like a spy. My grandmother was particularly good at that. She thought she could spot spies, and she'd look at people, and she saw one guy going in and out of a building very often. She said, he's a spy. I'm going to call the FBI. Can you imagine how many people called the FBI at that time? Well, it turned out she was right. And this guy was living on the top floor right in that apartment. I researched this thing, and he had a radio station set up there, and she actually participated in alerting them and capturing this German spy. So you never knew what was going to happen during the war. What kind of radios did these guys use? Well, they used a number of different kinds, but they again had to be rather well camouflaged. And there's an extraordinary book that covers all of the clandestine radios that were used during the war, most all. I think he's got maybe 95% of them by Louis Mulsti. And he has a wonderful website if you just Google Mulsti. His book is very expensive. It's about a $60 book, but on the other hand, it has hundreds and hundreds of pages of not only descriptions of spy radios, clandestine radios, but also circuit diagrams, which is kind of fun for those of us who like to read light reading. Here's another great book by Perquin, The Clandestine Radio Operators, and he shows a lot of pictures and tells a lot of stories about these guys, the pianists who are sending information back. The typical radios that were used, many of them were made in Britain, designed by British hams, surprisingly enough. This is a British spy radio called a Type A Mark II, a receiver and a transmitter and power unit and a classic telegraph key down in the front. It's a paraset designed to be dropped with paratroopers behind the enemy lines, so it's a little bit more rugged set. It's not hidden as well, although if you look, you can see the leather case that sort of encloses it. There are a fair number of these, many, many hundreds of them, because they are out there. You can even find them on eBay occasionally.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 12 mei 2016. Dat is bulletin van donderdag. Zoals meestal is er eerst morse en dan een SSTV-plaatje in PD50 dat op een smartphone te ontvangen is. Het midden van Canada en met name de plaats Fort McMurray, die ook geheel geëvacueerd is, wordt momenteel geteisterd door enorme bosbranden. Het is niet echt een gebeurtenis waarbij heel veel aanvullende communicatie nodig is. Toch zijn Canadese amateurs betrokken bij met name de communicatie voor hulporganisaties zoals het Rode Kruis, zo meldt de site arrl.org. Amateurs assisteren met name door middel van VHF-UHF spraakverbindingen via gekoppelde repeaters, ongetwijfeld op de manier zoals PI2 NOS ook gekoppeld is. Een andere groep amateurs wordt stand-by gehouden voor het geval de zaak zou escaleren waarbij de amateurs alsnog nodig zouden zijn. Om een indruk te geven van de omvang van de branden, 25.000 inwoners waren al gevlucht naar een ander deel van de stad om uit het pad van de brand te blijven. Uiteindelijk zijn er 80.000 inwoners van Fort McMurray, de hele plaats dus, geëvacueerd. Veel huizen en zelfs complete wijken zijn al door de branden verwoest. Gisteren op 11 mei lukte het door een omslag in het weer eindelijk om de brand enigszins te beteugelen. Vrijdag bezoekte Canadese minister Justin Trudeau het rampgebied. Vorige week werd bekend dat Duitse amateurs dit jaar dus niet van de sporadische E op 70 MHz gebruik kunnen maken. In Kazachstan mag voor het eerst wel een aantal amateurs via een experimentele vergunning een jaar lang op 4 meter uitkomen. Het gaat om dezelfde band als we hier in Nederland hebben, 70,000 tot 70,500 met een maximaal zendvermogen van 100 watt. Meerdere stations die een experimentele vergunning hebben gekregen zitten in het westen van Kazachstan en die zouden tijdens het sporadische E-seizoen via een dubbele hop te werken moeten zijn vanuit Nederland. Prefixen in Kazachstan beginnen met Uniform November. Deel 16 van de serie over antennes gaat nog steeds over de kleine magnetische loop, maar nu over het gebruik van de kleine loop als zendantenne. Zoals we gisteren al melden is een loop vanwege de hoge verliesweerstand en de lage stralingsweerstand een nogal onrendabele antenne. Als een kleine magnetische loop gebruikt wordt voor zenden is dat doorgaans uit ruimtegebrek. Iedere antenne kleiner dan een kwart golf geeft aanzienlijke verliezen ten opzichte van de full-size versie. En het zou dus kunnen dat in dat geval een kleine magnetische loop nog niet eens de allerslechtste keuze is. Kleine loops, vaak tussen 45 centimeter en 1 meter in doorsnede, voor de banden 40 tot en met 10 meter, worden, waarschijnlijk vanwege toenemend ruimtegebrek en antenneverboden, wel steeds vaker door amateurs gebruikt om te zenden. Verschillende merken, zoals MFJ, maken dit soort antennes met vaak ook een automatische antennetuner speciaal voor zenden. Dit soort fabrieksantennes zijn vaak niet de goedkoopste. Ze zijn echter wel geoptimaliseerd om bij zenden het beste rendement te geven. Het rendement van een loopantenne wordt flink groter als de loop een grotere afmeting krijgt. Wel treden de eerder genoemde nadelen op als de antenne groter wordt dan de meest gebruikte 1/10 van een hele golflengte in omtrek. Bijvoorbeeld op het gebied van een niet meer gelijkmatige stroomverdeling op de antenne en daardoor een grillig stralingspatroon. Een andere manier om het rendement te vergroten is om het materiaal waarvan de lus gemaakt is dikker te maken en de buitenkant dan een laagje zilver of niet geanodiseerd aluminium te geven. Een combinatie van beide methodes wordt ook gebruikt. Ook in de militaire sector wordt de loop gebruikt, ook voor zenden, vaak in landmobiele configuraties. De antennes worden dan vaak liggend gebruikt om optimaal van de NVIS-effecten gebruik te maken. Dat wil zeggen dat door het signaal omhoog te richten op de lagere korte golfbanden alle afstanden tussen 0 en 400 kilometer zou kunnen worden overbrugd. Rendement van dergelijke professionele antennes is bij zenden meest slechts 1%. Het gaat om transmissiepaden waarbij bij gebruik van 100 watt zendvermogen een verlies van 20 dB niet dramatisch is. De buisdikte van de loop bij dit soort militaire installaties is vaak tussen de 5 en de 7,5 centimeter. There are a fair number of these, many, many hundreds of them, because they are out there. You can even find them on eBay occasionally. They generally sell now for about $10,000. They're pretty desirable collectibles, but they're worth it because they're a real piece of history. The circuit diagram has a standard crystal oscillator, and there are plug-in crystals that would determine the frequency. You feed that into the power amplifier tube. It has a tuned circuit and feeds out into the antenna. So it's a very
very, very straightforward transmitter. The receiver is also quite straightforward. It has three bands feeding into the grid of the receiver and tuned circuit, and we go through this coupling transformer into the IF stages. We have another IF with a local oscillator and feed that into an amplifier detector and out into the headphones. So just exactly the simplest kind of circuit you could possibly imagine. The power supply itself was fairly tricky because that darn transformer that weighs so much had all these different windings on it, so it would work on 6 volts, 12 volts, 110 volts, 220 volts, and so on. For the DC voltages, it had a vibrator, which changes DC into pulsating AC, and you need that in order to feed it into the transformer, for those of you who aren't familiar with vibrators. Very straightforward radio, but very effective, and the ability to operate on three bands, I think from about 80 meters up to 20 meters approximately, allowed them to get pretty good propagation depending on the time of day. The power supplies were hand-cranked power supplies, typically, unless they were lucky and operating in a building and could hook into the AC line, either a manually cranked generator or a generator that was hooked onto a bicycle to build up the RPMs. They could take basically any old DC motor and spin it up at the right speed and generate the voltages that they need. There were also military generators with a seat and a foot crank for bicycle pedals down at the bottom, and they worked very efficiently. We're going to take you now to Norway, to Bergen, and show you how spies operated out of a particular city. In Bergen, there was a group of spies called the Theta Group, and they lived and performed most of their work in a room which has now been called the Theta Room. When Norway was invaded by the Germans, initially Bergen Seaport looked like a row of old buildings. The Germans came, they took over, and the buildings to this day still look very much the same. But if you look at an overhead view of the seaport and the buildings, and you look very carefully, you can find in the very back part of one of these buildings the Theta Room. It's located in a very difficult place to get to. It's a pretty good, well-hidden spy locale. First thing you have to do is you have to walk down this long corridor from the seaport to the back of the building. And then, once you're at the back of the building, you have to know to go up these stairs. And you go up to the second floor of this old building. And when you're up in the second floor, you have a bunch of old furniture. You have to walk by the furniture and find your way to the back here and go through a door and then find your way up a set of stairs. And there's a wooden roof over the stairway, so it looks like it's closed off and unused. But when you finally get there, you find the Theta Room. The door has a rather interesting arrangement on the back of it. This door was barred so that people could not knock it down. There are a lot of heavy hinges, multiple heavy hinges on the right side, and a very, very heavy-duty latch on the left. And that latch had to be moved by an electric motor, and the only way to open this door was to activate that electric motor, and the only way to activate that electric motor was to connect this nail to this nail over here. And you did that by having a coat hanger, and you had to know exactly which of the nails on the door to connect together in order to get the latch to retract. So really a rather clever arrangement. The door will open when you do this, the motor goes chugga-chugga and the latch pulls back. The room itself was equipped with a rather unique feature, a bomb. That bomb would be set off if people entered the room and opened the cabinet where the bomb was located. So you can see the trigger switch here, the batteries to operate the bomb, and the TNT explosive. The cabinet looks perfectly innocent, but you would expect that if a German came along and started searching through this room, eventually they would say, gee, I wonder what's in this cabinet. And boom, the room is no more. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SS-TV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 13 mei 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. Ik ben momenteel de uitzending aan het voorbereiden, maar ik weet nog niet of ik tijd heb voor een volledige uitzending met SSTV en Morse. Ik moet zo dadelijk namelijk misschien nog met Kat naar de dierenarts, omdat mogelijk haar medicatie voor astma moet worden aangepast. En het is al 5:45. Onder voorbehoud dus. Notabene via het Twitter-account van Agentschap Telecom vernam ik van een artikel in het Parool over onze amateurhobby. In totaal zijn er volgens het artikel 263 Amsterdammers van tieners tot bejaarden die zich centamateur mogen noemen. In heel Nederland gaat het om bijna 13.000 mensen, blijkt uit de cijfers die datajournalistieke nieuwsdienst Local Focus opvroeg bij Agentschap Telecom. Zo begint dus het Parool-artikel. De jongste centamateurs van het land komen uit Noord-Holland. Deze drie jongelingen, geboren in 2001 en 2002, komen uit Vogelenzang, een dorpje nabij Bloemendaal, Amsterdam en Amstelveen. Zo gaat het artikel verder. Op zich is het een leuk artikel dat Remy Denker uitgebreid aan het woord laat. Jammer vind ik het wel weer dat wordt voorgesteld alsof het aantal centamateurs in Nederland al jaren afneemt. Het aantal is tanen dus, zo schrijft het artikel. Dat zegt er niet de volle waarheid. Ik vind het jammer dat onze hobby de laatste jaren telkens weer op deze manier in het nieuws komt. Vooral omdat het in een geval als dit voor de rest juist een heel positief artikel is. Het aantal centamateurs steeg in elk geval heel zeker tot aan het moment dat er voor registratie moest worden betaald. Daarna zette er, als ik het uit mijn hoofd correct zeg, wel degelijk een tijdelijke daling in. Wereldwijd neemt het aantal amateurs echter nog steeds fors toe. In enkele landen zoals in de VS en in Thailand bijvoorbeeld neemt het aantal zelfs vrij spectaculair toe. Ook in Duitsland stijgt het aantal amateurs sinds kort weer en dat is ook in Groot-Brittannië bijvoorbeeld het geval. Geen enkele reden dus om onze hobby voor te stellen als een hobby die tanend is. Voor je het weet wordt het namelijk een self-fulfilling prophecy. Kort geleden correspondeerde ik met een amateur over glasfiber uitschuifmasten waarvan ik er zelf ook eentje van gebruik. Ze zijn niet geschikt voor een grote Yagi, maar voor een lichtgewicht rondstraler op VHF en zeker voor allerlei draadantennes zijn ze zeer geschikt. Bij het gesprek kom ik op de site electrodum.nl een paar van die masten die mij redelijk goedkoop lijken. Hoewel ik natuurlijk vanaf de foto op de site niet dingen als kwaliteit en zo grondig kan beoordelen. Een mast van bijna 12 meter hoogte kost bijvoorbeeld €51. Een uitvoering van ruim 14 meter kost €76. En een variant van bijna 17 meter kost €96,50. Ongetwijfeld zullen daar nog wel verzendkosten bij komen als je ze laat opsturen. Meestal kun je de bovenste paar stukken van die antenne alleen gebruiken om draadantennes langs te spannen. Maar de lagere delen, ongeveer vanaf een vijfde vanaf de totale hoogte, die zijn steviger. En naarmate je lager komt, kan er steeds een zwaardere antenne in worden gemonteerd. Verder kan het zijn dat die antennen met name de langere versies op volle hoogte alleen getuit gebruikt kunnen worden. De leverancier kan dit uiteraard vertellen. Op de site electrodump.nl en dan bij antennemasten het hoofdstukje schuif- en stapelmasten, daar kun je ze vinden. Ik heb overigens geen enkele binding met de site. Ja, veel bekende amateurs hebben een wat minder bekend weblog dat zeker ook de moeite waard is. PH4X is bijvoorbeeld onder andere bekend van hamnieuws.nl. Maar wie weet dat Randy op ph4x.com in het Engels ook een weblog heeft. 3 dagen geleden plaatste hij daar nog een leuke post over zijn belevenissen bij de VHF-contest. Gisteren op 12 mei werden in Engeland door scholen massaal ballons gelanceerd met kleine bakenzendertjes eraan op 434 MHz. In groepjes van 5 werden in totaal op die manier de ballons van 25 Britse scholen gelanceerd vanaf RAF-basis in Cosford. Elke ballon had een Raspberry Pi computer met een GPS-ontvanger aan boord waarmee de koers kon worden bekeken. De ballons werken tussen 434040 en 434790 MHz. Een van de ballons was overigens niet van een school, maar van Gadget Show-presentator Jason Bradbury, 210JAB. Zijn ballon is vooralsnog na de landing aan een parachute onvindbaar, zo meldt southgatearc.org. Volgens een artikel op spaceweather.com verandert het aardmagnetisch veld. Dit magnetisch veld beschermt ons tegen al te turbulent ruimteweer en tegen kosmische straling. Nieuwe gegevens verzameld door de Europese Swarm-satelliet tonen aan dat het veld aan het veranderen is. Boven Noord-Amerika nam het aardmagnetisch veld zo'n 3,5% in sterkte af, terwijl het boven delen van Azië juist 2% toenam. Ook andere plekken op de wereld gaven een verandering te zien. Vanavond, vrijdagavond vanaf 10:30, is trouwens weer de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR.
You're listening to The Rain Report from www.therainreport.com. The cabinet looks perfectly innocent, but you would expect that if a German came along and started searching through this room, eventually they would say, gee, I wonder what's in this cabinet. And boom, the room is no more. But the Theta Room has been restored by the Norwegian government back to the way it appeared when it was being used as a spy headquarters during the war. There's a radio transmitter with an adjustable power supply built into the wall, a couple of radio receivers, a typewriter, an oscilloscope, and particularly important, a bunch of recognition diagrams so that if these spies were able to see any enemy ships or enemy airplanes, they'd be able to identify what these ships and airplanes actually were and send that information back to the British or the Allies. It was very important for the British to know what boats were in various harbors in Norway so that they would be able to bomb the important ones and not just attack randomly. They also had to have a technique for encoding their messages. They couldn't just call up England and say, hey, there's a battleship in Bergen Harbor. That wouldn't do at all. They had to send the messages in encoded form. They didn't have Enigma machines or code machines, so they had hand ciphers. They would take phrases and encode them into five-letter groups, send these five-letter groups by Morse code to the English, and then the English would decode them. One of the things that they were particularly interested in was locating German warships. And so they would take photographs of these warships, and if they were unique enough, they would find some way to get the photograph itself back to England. But in general, they were able to identify what the ship was and send that information back to the British. They would do it in these little telegrams. This is a received telegram marked secret, February 1942, right in the early middle part of the war. Source is Theta, date of information, and so on. The message says Tirpitz, which is a major German battleship, is camouflaged with a steel net, canvas trees, and snow. It now looks like a peninsula. We believe she has been moved to a fjord or a place with a similar name where and when will be telegraphed later. So that's critical information. The British needed to sink the Tirpitz, and here they're being told where it is. And additional information was included. Patrol boat now patrols this fjord and that fjord and islands. This boat lies up all night on the north side of another place there. There are watch posts in these locations. More accurate details later. There are many U-boats here now. And so on. The Von Tirpitz was lying in the fjord Saturday, 14th February, between two small islands. She was camouflaged as an island with woods. There is no visible damage, very difficult to see. Later on in May of 1942, the Tirpitz sustained one direct hit aft, which damaged her. This occurred during the raid. She's still lying at her old anchorage. This information is accurate. A pilot reports that several warships were sunk in Trondheim Harbor, also, and so on. All kinds of information. U-boats are being repaired daily in the floating dock at another location. So really critical information. Again, Theta information, ships that passed through Bergen on a northerly course this evening were at Neisenau and Prinz von Eugen, two huge military German ships, and they were escorted by seven destroyers. The aforementioned battleship towed to was not Tirpitz, but a battle cruiser. There are 90 airplanes now at such and such. Six troop trains leave Oslo daily for Trondheim. Ideal information if they want to bomb a troop train. 200 airplanes passed on Sunday going north. This is particularly useful information. The 50,000 German troops at Aarhus, Denmark, are waiting to go to Norway and can only go by the sea route from Denmark to Kristiansand. So ideal information for the Allies to use in tracking this. The Theta Room received news from a friend in Norway that a big roundup occurred in an area in Bergen. So they were always being hunted. This last thing says, I'm staying in the secret room until the courier comes. Can he come as early as possible, please? The station must be saved and must continue after I've left.
For your information, Christian was arrested, and so on and so forth. A very scary business. You never knew whether you were going to live through the next day. And very brave people were involved in this. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Amateur Radio Newsline Report number 2011 with a release date of Friday, May 13, 2016, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Dayton Hamvention is coming soon, and yes, it's staying at the Hera Arena. An experimental beacon over the Indian Ocean is no more. And our top story, hams step in to help out as wildfires ravage the Canadian province of Alberta. All this and more in Amateur Radio Newsline Report 2011, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent, on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, Stephen Kinford, N8WB. We begin this special report on the Alberta wildfires from Amateur Radio Newsline Kent Peterson, KC0DGY. He spoke this week with one of the Canadian amateur radio operators who stepped in to assist as the Fort McMurray wildfires continue to consume the landscape in the province of Alberta. A devastating wildfire has hit the Fort McMurray, Alberta, Canada area hard. The fire destruction covers a staggering 328 square miles. I'm okay. I'm surrounded by firemen and cops, so I mean, what could go wrong? Newsline caught up with amateur radio emergency services operator Matthew Lewis, VE6JI, who has been working in the Fort McMurray EOC. We did a call out on Monday when things started getting severe. We made our presence known to the EOC, and they accepted us. So amateur radio, you know, sits in its little corner, mostly, you know, helping Red Cross, helping Salvation Army food trucks and things like that. And allowed us to set up a VHF station in their parking lot. We had a crossband repeater so that we could use UHF to get to the local repeater, and so we made callouts for our amateurs. The amateur community responded. As far as outpouring, huge amount from all over, actually, from the Calgary group and Edmonton group. They also got lots of contacts as well. Lewis explains how important having an HF ham radio grab-and-go kit can be. Unfortunately, we had left our houses, and including all our gear, because we were actually helping out with something else. And so the two of us that actually had portable HF capabilities didn't have our portable rigs with us. We were hoping that things had calmed down, that we'd be able to get a police escort to the house and get the stuff and whatnot, and then set up HF. But that wasn't possible. There was concern about losing cellular service. TELUS, which runs a lot of the towers in British Columbia and Alberta, they stepped up and brought in portable towers. They call them COWs, cells on wheels, made those available and set them up. And after that, it was apparent that there wasn't a communication issue. So we lended a hand where needed in the EOC. The hams were told they could stand down. The part that we would like people to know for our little group up here is that even though we weren't used,
there's still the possibility, in especially in remote communities, that amateur radio is a necessity in the event of a communications failure, like in the overloading of infrastructure and things like that. If you're interested in amateur radio, please pursue that. And to the goal of the emergency service, not just rag-toing on 20 meters kind of thing. All that's fine. That's a great part of amateur radio, but the really important part is to make yourself known to your local Aries group or races or Mars or whatever. If you're already an amateur, join your Aries group. Learn how to handle traffic. The good news for Lewis, his home was still standing. The area that I live in miraculously survived because of the work of the firefighters. Amazing group of people. There was an army of them fighting these fires, and in some places they won and in some places they lost. For Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0DGY. With the emergency preparedness in the forefront now for Canadians as a result of the wildfires, the province of nearby British Columbia has honored two radio amateurs among several other volunteers. They were recognized recently for their contribution to public safety and crisis response. Amateur Radio Newsline Jeremy Boot, G4NJH, has more. Two long-time radio amateurs in Canada were honored on the 28th of April by the province of British Columbia for their steady volunteer efforts in the public interest. Alan Mallett, VA7AWM, from the Vancouver Island region of the province, and George Merchant, VE7QH, from the Southwest region. Alan, a director-at-large of the West Coast Amateur Radio Association, has been licensed since 1975. Since 2010, the retiree from the City of Victoria has continued to serve the city as its Auxiliary Communications Group Coordinator. The province presented him with the Radio Communications Award. George, a ham for more than 40 years, helped to found the North Shore Amateur Radio Club and the province-wide British Columbia Amateur Radio Coordination Council. He's worked with the North Shore Emergency Communications Team since its creation. He was presented with the 2016 Public Safety Lifeline Volunteer Award. British Columbia has more than 13,000 Public Safety Lifeline volunteers who respond to an average of 6,000 annual incidents in the province. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. The wait is almost over for the world's largest hamfest, Dayton Hamvention, which opens in Hera Arena on May 20th. The 61st gathering's events include a reception Saturday, May 21st, hosted at the National Voice of American Museum of Broadcasting. And as reported on a recent episode of Ham Talk Live, it marks the debut of a 24-hour DX station, complete with hex beams and full power amps. And there's more news. It looks like Hamvention is staying at Hera Arena for the time being. Hamvention's general chairman, Jim Tiderman, N8IDS, made those assurances in a recent interview on Ham Talk Live with Neil Rapp, WB9VPG. There were queries by our local fair board, Montgomery County Fair Board, who are looking at to replace and have been looking at this for a number of years for their facility downtown. And it just so happened that one of the areas was up around Hera. It got turned around to the story that they were going to buy Hera Arena. We have been in contact with the City of Trotwood officials. The spokesperson for that has told us directly that there is no ownership by Trotwood of Hera Arena, which if you heard that, that is has no validity. There is nothing to that. If it's just straight rumor. That is a story. It is not true. The Fair Board itself is doing its due diligence to go out and look for new facilities and venue to where they can have their fair at a new place that they've been looking at for a number of years. So it's just all information gathering. It's got nothing to do with what's going to happen with Hamvention itself. So to alleviate anything else, the first question is there going to be a Hamvention 2017? As far as we are concerned, yes, sir, there will be. Will it be at Hera? Our plans call for that right now, yes. That was Jim Tiderman, N8IDS, speaking to the Amateur Radio Newsline's Neil Rapp on his podcast, Ham Talk Live. To hear the full interview, visit the website, hamtalklive.com, and select episode 12 and start packing for Dayton.
Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on such bulletin stations as the United Radio Amateur Club Repeater, WA6LA, on Monday nights in Los Angeles, California. The Trans-Indian Ocean Beacon was years in the planning, but the experiment is over. Amateur Radio Newsline Jason Daniels, VK2LAW, tells us more. It was supposed to help enable better VHF transmissions along the challenging path between South Africa and Australia. Now the VK6RIO, Trans-Indian Ocean Beacon, is about to be no more. The 2-metre beacon, using chirp modulation, is a project of the Northern Corridor Radio Group in Perth, Australia. It was designed to detect openings on 144 MHz across the Indian Ocean via tropospheric ducting and enable deeper study of propagation conditions across the Indian Ocean. The VHF path between the two nations exceeds 8,500 kilometres and the beacon's frequency was 144.950 MHz. Researchers had great hope for its success. Chirp modulation can be detected 50 decibels below the noise floor in a bandwidth of 2 kHz. But with the depreciating South African rand and the lack of local support, however, researchers have called the project off. For Amateur Radio Newsline, I'm Jason Daniels, VK2LAW, in Sydney, Australia. Radio scouting is back again, this week activating call sign K2BSA. Here's Amateur Radio Newsline Bill Stearns, NE4RD, with the Scout's latest on-air activities. This week in Radio Scouting, we have one activation of the K2BSA call sign in Montana and three other scout activities on the air. I, Bill Stearns, NE4RD, will be the control operator for the Portable 7 station at Pompey's Pillar National Monument in Warden, Montana, for the Black Otter District Spring Camperee on May 14th. Myself and members of the Yellowstone Amateur Radio Club will be operating HF on 20 and 15 meter phone. Matthew Murphy, KC8BEW, with the Muskegon Valley Council Radio Club, W8MVC, will be operating a special event station at Aerial Foundation Park, Mount Vernon, Ohio, for Scout Fest 2016 on May 13th and 14th. Matthew will be running 20 and 40 meter phone, APRS, and demonstrating fox hunting. Blaine Session, KD7ZRV, will be operating at Barton Park near Estacada, Oregon, for the 3R District Camperee. Blaine will be active on 20 meters and on VHF and UHF. Larry Deardruff, AF7NU, will be operating at the Benton District Oregon Trail Council's Camperee on May 14th. Larry will be setting up an HF station on 20-meter phone. Please help support this activity and others involving youth and amateur radio by working and spotting them on the air and online. For more information on K2BSA and radio scouting, please visit www.k2bsa.net. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. Stone County, Mississippi is marking its centennial, and while no one may have gone on the air in 1916 to celebrate when the county was created, its 100-year birthday has inspired special event station K5STO. The station is operating for the entire month on May, right through 11:59 UTC on Tuesday, May 31st. Hams who live in the area can look for the station operating, if weather permits, from the grounds of the Stone County Courthouse on Saturday, May 14th, from 10 a.m. to 2 p.m. For more details on the station itself, visit its page at qrz.com or look in the May issue of QST Magazine. Speaking of young radio amateurs, one college student in upstate New York has taken the concept of eyeball QSO to a new level. She started a ham radio video blog. We hear more from Amateur Radio Newsline's Neil Rapp, WB9VPG. Computer engineering student Sarah Tibbetts had big plans to one day launch her own video blog or vlog. So I've always wanted to have a video blog or a vlog, as I like to call it. I don't really know what attracted me to it. And for a very, very long time, I didn't really know what I would vlog about, which is why I had never started. But when I got into amateur radio, I saw that it was a field where people seemed kind of drawn to me for a few reasons. A, I'm young. B, I'm female. And it just seemed like, you know, hey, I have this opportunity, you know, maybe it would be pretty cool. But she only got around to it after something unplanned happened first. At the end of her freshman year, Sarah, KD2GTM, got her amateur radio license. Right now, I've really kept it with kind of simple starter topics that are pretty general to the field. But in the end, I definitely want to get more into specifics. I want to work a little bit more into electronics into the vlog.
Now, the Rochester Institute of Technology student uses the vlog to cover the basics of her on-air experience and to chronicle her journey along the radio science learning curve. You shouldn't be assuming these things. Like, just because I'm a girl doesn't mean that I can't be in amateur radio. And because she's right there on camera, her very image is able to impart another important lesson, because viewers get to see that in a community still populated mainly with male licensees, Sarah Tibbetts, as a YL, is very much the face of ham radio today, too. Find Sarah's blog on YouTube under the title of her call sign, and if you're going to Dayton Hamvention this year, look for her there as well. If you're a fan of her blog, you'll have no trouble recognizing KD2GTM. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. A group of Australian operators using the call sign VK9NT will work from Norfolk Island from May 20th through May 31st. They plan to be active on all bands, 160 meter to 10 meter on CW, SSB, and RIDI. QSL manager is VK2CA. Aaron VA1AXC will remain on the air from Sable Island as CY0/VA1AXC. Find him on 20-meter SSB. His QSL info is direct to JE1LET. Special event station 8J1ITU will be active from Kasamagura City on Honshu Island, Japan, until May 31st. The station celebrates World Telecommunication Day, which is May 17th. Members of the Thailand DX Association HSDXA are planning to work as E2X during the CQWWWPX-CW contest from May 28th to May 29th. QSLs can be sent via Logbook of the World or to E20GMY. Our final story is about some neighbors in one Australian suburb who are plagued by a polarization that has more to do with politics than radio signals. Here's amateur radio newsline John Williams, VK4JJW. It appears that some residents in Morley, a suburb of Perth, Australia, just don't have that Christmas spirit. Okay, never mind that this is May, and never mind that the pole that set off the whole controversy in this neighbourhood isn't exactly the North Pole. It's actually an antenna mast, some 20.1 metres, or about 65 feet high, that one homeowner installed 5 years ago without apparent incident. That would be John Rowe, described as an amateur radio enthusiast in the local press, but who is actually a flight radar watcher. But John Rowe is more widely known as the Christmas Lights Man, famous for his dramatic animated holiday displays that have become the talk of suburban Perth and beyond for more than two decades, not to mention lively and widespread media coverage. The annual holiday display has 120,000 lights and last year drew about 7,500 visitors, along with various news reports. But the media coverage that John Rowe is getting lately comes courtesy of the Bayswater City Council, which wants him to submit the mast for planning approval, retroactively, or face dismantling it altogether. Some authorities object to any retroactive application altogether, claiming the mast is simply inconsistent with the town's planning design and not in compliance. They say it has to go. Since the dust-up over the mast, the Bayswater Council has received petitions in support of it and against it. The drama continues, and so far council members have simply deferred any decision on whether ultimately the Christmas Lights Man will be found to be naughty or nice. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW, in Queensland, Australia. With thanks to Allen Labs, Amateur Radio Victoria, the ARRL, Bill Stearns, NE4RD, CQ Magazine, DX.net, The Eastern Reporter Newspaper, Ham Radio Live, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitter Society, Neil Rapp, WB9VPG, QSL.net, QRZ.com, South African Radio League, Southgate Amateur Radio News, Tim Purvis, N5UDK, Twit TV, West Virginia DX Association, Westford Kiwanis Club, Wireless Institute of Australia, and you, our listeners. That's all from Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website located at www.arnewsline.org.
We also remind our listeners that there's still time to nominate candidates for the 2016 Bill Pasternak Young Ham of the Year Award. This honor recognizes licensed amateurs who are no older than 19 and living in the U.S., Puerto Rico, or Canada, and who have made significant contributions to ham radio and their community. To download an application form, visit our website, www.arnewsline.org, and click on the tab for YHOTY. Completed applications should be sent to the Young Ham of the Year Award in care of Amateur Radio Newsline, Inc., Editorial Office, Post Office Box 451, Huntington Station, New York, 11746. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, NAWB in Wadsworth, Ohio, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights reserved. Hallo, liebe SWL, 2Ls und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 19 des Deutschen Amateur-Radio-Clubs für die 19. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango, ist Amateur of the Year. AMSAT Fox 1B erhält Starttermin im Januar 2017. D-Star-Treffen Gransberg, Digital Voice Transceiver für alle Modes. Dann gibt es ein Notfunksymposium in Ottobeuren, aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango, ist Amateur of the Year. Joe Taylor, K1JT, wird auf der diesjährigen US-Amateurfunkausstellung Dayton Hamvention als Amateur of the Year ausgezeichnet. K1JT erhielt den Nobelpreis für Physik im Jahr 1993 für die Entdeckung des Pulsars PSR 1913+16 in einem Doppelsternsystem. Durch diesen Pulsar konnten erstmals der Energieverlust durch Gravitationswellen vermessen und die entsprechenden Voraussagen der allgemeinen Relativitätstheorie bestätigt werden. Joe wurde erstmals im Jahre 1954 als Kilo November 2 India Tango Papa lizenziert. Nach seiner Pensionierung entwickelte er digitale Verfahren zur Dekodierung von extrem schwachen, akustisch im Rauschen nicht mehr wahrnehmbaren Signalen, unter anderem JT65, WSJT sowie das Übertragungsverfahren WSPR. Die Hamvention findet vom 20. bis 22. Mai in Dayton im US-Bundesstaat Ohio statt. AMSAT Fox 1B erhält Starttermin im Januar 2017. Der Start des Cube-Satelliten AMSAT Fox 1B ist für Januar 2017 geplant. Das hat nun die AMSAT mitgeteilt. Neben einem Strahlungsexperiment des Vanderbilt University Institutes für Weltraum und Verteidigung ist auch ein FM-Transponder für den Amateurfunkdienst vorgesehen. Der Uplink soll auf 435,250 MHz arbeiten, wobei ein 67,0 Hz CTC CSS-Ton zu senden ist. Der Downlink wird auf 145,960 MHz zu hören sein. Der CubeSat soll mit einer Delta-2-Rakete innerhalb des Educational Launch of Nano-Satellite Programs der NASA, kurz ELANA, gestartet werden. Innerhalb dieser Initiative wird Universitäten, Vereinen und Instituten die kostenlose Startmöglichkeit von wissenschaftlichen Satellitenprojekten geboten. Fox 1B soll man bereits mit gewöhnlichen Handfunkgeräten und einfachen Drahtantennen arbeiten können. Darüber berichtet Jerry Buxton, November 0, Juliet Yankee im AMSAT News Service. D-Star-Treffen Gransberg, Digital Voice Transceiver für alle Modes. Es ist der aktuelle heilige Gral im Amateurfunkdienst, ein Funkgerät zu haben, welches alle Digital Voice Betriebsarten, kurz DV, vereint. Damit gemeint sind D-Star, C4FM und DMR. Zwar werden innerhalb des Amateurfunkdienstes diese digitalen Betriebsarten zur Sprachübertragung angewendet, jedoch sind sie abhängig vom Hersteller. Will man beispielsweise ein Funkgerät für eine Portable-Aktion mitnehmen, steht man nicht selten vor der Qual der Wahl. Darf es das Gerät für C4FM sein oder erreicht man den Funkpartner nur über DMR? Schon seit längerem wächst daher der Wunsch in der Amateurfunk-Community nach einem Gerät, welches mehrere dieser digitalen Betriebsarten vereint.
Auf dem jährlichen D-Star-Treffen am Granzberg, jüngst stattgefunden am 7. Mai, traf man nach einem Bericht von Kurt Baumann, Oscar Echo 1, Kilo Bravo Charlie auf der ÖVSV-Webseite nicht nur auf Besucher aus Russland, der Ukraine, den USA, der Schweiz, Deutschland und Österreich, sondern wurde auch in Vorträgen mit den neuesten Informationen rund um die digitalen Sprachbetriebsarten versorgt. Das Highlight des Wochenendes, es wurde ein Funkgerät angekündigt, das von Funkamateuren für Funkamateure entwickelt wurde und eben die gewünschten Features vereinen soll. Mehr noch, es soll sich um einen 2,70 Meter Dualband-Mobiltransceiver handeln, der zudem auch noch in FM arbeiten kann. Die Digital Modes sollen mithilfe einer internen 1,8 GHz CPU mit Linux-Betriebssystem und zwei AMBE-Plus-Codec-Chips bedient werden, welche das gleichzeitige Hören bzw. Senden und Hören von zwei digitalen Betriebsarten ermöglichen sollen. Über ein internes LTE-Modem mit SIM-Karte soll eine Verbindung zum Internet möglich sein, um aktuelle Relais- und Nutzerlisten abrufen zu können. Damit würde die teils aufwendige Pflege von Codeplugs mit Vordefinitionen von Frequenzen, Ablagen und IDs bzw. Rufzeichen entfallen. Nach der US-Amateurfunkmesse Hamvention in Dayton, Ohio, soll es weitere Informationen zu diesem Transceiver-Projekt geben. Um Digital Voice Modulationsarten besser zu erkennen, hatte Kurt Moraff, Delta Juliet 0 Alpha Bravo Romeo, einen entsprechenden Vortrag gehalten. Die Besucher des Grandberg-Treffens konnten die Hörbeispiele auf ihren FM-Geräten mithören und die feinen Unterschiede kennenlernen. Die neueste Erweiterung des Brandmeister-Netzwerkes haben Dennis Bederoff, Delta Lima 3 Oscar Charlie Kilo und Artem Prilutsky, Romeo 3 Alpha Bravo November erläutert. Brandmeister kann sich in Kürze mit dem YSX-System von Jaesu verbinden. Darüber berichtet Kurt Baumann, Oscar Echo 1 Kilo Bravo Charlie, auf der ÖVSV-Webseite. Notfunksymposium in Ottobeuern. Der Ortsverband Ottobeuern, Tango 10, veranstaltet am 4. Juni in der Zeit von 10 bis 16:30 Uhr das dritte Ottobeurer Notfunksymposium. Treffpunkt ist das Haus des Gastes am Marktplatz Nummer 14 in 87724 Ottobeuren. Thematisch geht es um Notfunk in Bayern für Funkamateure und BOS-Angehörige. Einen detaillierten Programmablauf gibt es auf der OV-Webseite im Internet. Interessenten werden um zeitnahe Anmeldung beim Ortsverbandsvorsitzenden Michael Bader, Delta Juliet 1 Mike Golf Kilo, DJ1 MGK, per E-Mail gebeten. Hintergrund der Veranstaltung ist ein Vertrag der bayerischen DARC-Distrikte mit dem bayerischen Innenministerium, in dem sich die Funkamateure verpflichten, im Katastrophenfall die BOS auf Anforderung der Katastrophenschutzbehörden zu unterstützen. Das Leitthema des Symposiums wird das Szenario langanhaltender flächendeckender Stromausfall sein. Aktuelle Conteste. Bis zum 15. Mai laufen noch die VFDB-Aktivitätstage auf UKW. Am 15. Mai startet der Aktivitätswettbewerb des DARC-Distriktes Franken, das ist der Distrikt Bravo. Am Wochenende 14. bis 15. Mai, da läuft der CQM-DX-Contest sowie der Alessandro Volta RTTY-Contest. Am 21. Mai, da gibt es den Hessen-Contest. Am Wochenende 21. bis 22. Mai, da findet der King of Spain Contest statt, sowie der Baltic Contest. Außerdem am 22. Mai der Hessen Contest mit dem zweiten Teil und außerdem auch der Hamburg Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der aktuellen Mai-Ausgabe der CQDL, Ausgabe 5 2016, auf Seite 60. Der Funkwetterbericht vom 10. Mai, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Victor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 3. bis 9. Mai. Die Sonnenaktivität war sehr gering. Nur am 4. und am 7. Mai gab es kleinere C-Flares. So blieben die Messwerte der 10,7 cm Radiostrahlung der Sonne, also des solaren Fluxes, im Bereich um 90 Fluxeinheiten. Vom 3. Mai mittags bis zum Abend des 6. Mai war das geomagnetische Feld ruhig und die oberen Bänder 20 und 17 Meter offen. Dann folgte die erste vom Sonnenwind zur Erde getragene Partikelwolke. Es stürmte bis 3 Uhr früh, wobei danach der geomagnetische Index K von 4 auf 1 umschlug, was zu überraschend guten DX-Signalen am Samstagmorgen führte.
Der Sonntag war dann total gestört, denn es überlagerten sich intensiver Sonnenwind eines großen koronalen Loches mit negativer Polarität und einem langsam fliegenden Partikelstrom, den ein koronaler Masseauswurf am 4. Mai ausgelöst hatte. Vom 7. Mai spätabends bis zum frühen Morgen des 9. Mai tobte ein geomagnetischer Sturm, wobei der planetarische Index K zwischen 5 und 7 schwankte. In höheren Breiten gab es Nordlichter und Radioaurora. Die Kurzwellenausbreitung war stark beeinträchtigt. Vorhersage bis am 17. Mai, bis etwa zum Wochenende, halten die geomagnetischen Störungen noch an, denn es strömt immer wieder intensiver Sonnenwind von den Rändern eines großen koronalen Loches. Von den 4 sichtbaren Sonnenflecken ist nur die Region 2542 C-Flare tauglich. Anfang kommender Woche gesellen sich 2 weitere Sonnenflecken hinzu. Wir erwarten eher unterdurchschnittliche Ausbreitungsbedingungen auf den oberen Kurzwellenbändern. Die Dx-Bedingungen auf den Bändern 30 und 40 Meter sind zwar schwundbehaftet, aber durchaus gut. Und das 6-Meter-Band überrascht weiterhin mit sporadig E-Öffnungen. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 19.08 Uhr, in Ostaustralien um 21.09 Uhr, in Westaustralien um 22.54 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 22.55 Uhr UTC, in Japan um 19.39 Uhr, auf Hawaii geht die Sonne auf um 15.54 Uhr Weltzeit. In Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenaufgang um 13.20 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 4.36 Uhr. An der USA-Westküste in Kalifornien um 13.04 Uhr. Auf den Falklandinseln um 11.24 Uhr. Und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 3.17 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 0 Uhr und 1 Minute. USA-Westküste in Kalifornien 3.09 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.34 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 20.22 Uhr, auf Hawaii um 5 Uhr, in Anchorage in Alaska um 6.27 Uhr, in Johannesburg in Südafrika, dort geht die Sonne unter um 15.31 Uhr Weltzeit, in Neuseeland um 5.26 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 18.49 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschlandrundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatten Stefan Hüpper, DH5FFL, und Thorsten Schmidt, DO1DAA vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, DL9LBG. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DARC. Meldungen für den Deutschlandrundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion@darc.de. Bitte keine andere E-Mail-Adresse verwenden, bitte ausschließlich redaktion@darc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Tingelingeling. Wie ist daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Tingelingeling. Laten we winkeltje gaan spelen. Oh ja, dat hebben we al lang niet meer gedaan. Ik ben wel de winkelier, speel jij de klant. Oké. Tingelingeling. Goedemorgen meneer, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 2 flessen met bloemkolen? Wat flauw. Doe nou even serieus. 2 flessen met bloemkolen, dat kan toch helemaal niet? Begin maar weer opnieuw. Tingelingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 1 fles met bloemkolen? Zo vind ik er niks aan. Laat mij maar klant spelen dan. Oké. Tingelingeling, tingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u betekenen? Mag ik van u 2 bloemkolen? Jazeker, heeft u nog lege flessen bij u? Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een eterpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe, jazeker, die draaide altijd oompie koerier, in een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, nee, die heeft tante Sjaan in het reservoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig.
Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA0ETE, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou, er is een poot van de salontafelstuk en volgens mij past de staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat, valt die tafel gewoon om. Nou, dan pak ik wel 3 staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD-porto kan vastzetten? Ja, die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes. Weet je wat ik niet snap? Dat er amateurs zijn die meer amateurbanden willen. Hoezo dat dan? Nou, PA0ETE vertelde mij laatst dat toen hij centamateur werd, dat er toen maar 5 amateurbanden onder 30 MHz waren. Alleen 80, 40, 20, 15 en 10 meter. Tegenwoordig hebben alleen de N-amateurs er al 3. Er waren toen trouwens ook nog helemaal geen N-amateurs. Ja, en dan moet je eens kijken wat er allemaal bijgekomen is. 137 kHz, 472 kHz, 160 meter, 60 meter, 30 meter, 17 meter en 12 meter. Aan de andere kant is het natuurlijk wel altijd leuk om er weer iets nieuws bij te krijgen. Tuurlijk. Wat een saaie uitzending was dat toch weer. Echt niet. Wel waar. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Ken jij het internet der dingen? Ja, daar ga je mooi van zingen, ha. Dat is dat ze alles aan elkaar koppelen. Oké. Dat je bijvoorbeeld naar de slager gaat en dat ze de koek slachten als jij de parkeerplaats oprijdt om een biefstuk te kopen. Maar hoe weten ze dat dan van die biefstuk? Nou, ze weten zoveel over je dat ze al weten dat je een biefstuk wilt voordat jij dat hebt besloten. Volgens psychologen is het feit dat je in staat bent om zelfvrije beslissingen te nemen een van de grootste misvattingen van de 21ste eeuw. Nou, voor mij is dat meer het internet that stinks. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar 2 grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen... Gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. 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 Bah, wat een rare snijbonen. Die zendamateurs toch allemaal. Zei ik rare snijbonen? Ik bedoel voetzoekers natuurlijk. Rare voetzoekers. Weet eigenlijk ook niet wat ik daarmee bedoel. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. Wat een bijzondere broche heb je daar. Ja, leuk is die her. En hij ziet er heel elektronisch uit. Nieuw? Ik heb hem net, ja. Maar dat ziet er trouwens net uit als een Raspberry Pi Zero. Ja, het is ook een Raspberry Pi. Leuk her. Ik heb net een vijl wat van de beschermende lak gehaald en daar heb ik een veiligheidsbelt op gesoldeerd. Oh, wat zonde toch weer. Nee hoor, helemaal niet. Een beetje broche kost al snel een paar tientjes. En zo'n Zero heb je al voor minder dan 8 euro. Ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Maar ik blijf het toch zonde vinden. Volgende week is het weer 1 april. Weet jij al wie je voor de gek gaat houden? Ja, dat ligt voor de hand, Jurgen.
Wat flauw. Jurgen is zo'n gemakkelijk doelwit. Dat is toch helemaal geen uitdaging. Nou, Lodewijk dan? Nee, Lodewijk. Die begrijpt misschien niet eens dat het een grap is. En dan begint hij over Tesla of dat nieuwe betaalsysteem of over het verschil tussen een krokodil. En dan gaat er niemand lachen. Nano dan? Nee, Nano is veel te aardig. PA2OLD misschien? Die is te oncontroversieel. Misha? Nee, die is de baas van de repeater. Stel je voor dat hij boos wordt. PE9R misschien? Die heeft het te druk met zijn kinderen. Roeland? Te druk met DMR. Simon PA9TV. Ook geen goed idee. India Hotel India? Nee, want die heeft al HI in zijn callsign. Dit jaar maar overslaan dan? Ja, goed idee. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja, interessant. En straks het journaal weer. Ja, dat moeten we niet missen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de EchoLink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de EchoLink-gebruikers lucht. Blieper de bliep. Blieper de bliep. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Electron kijken of Diekers, CQPA of op hamnieuws.nl. Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Ik heb vandaag een nieuwe antennetuner gekocht. Oh ja, wat ga je daar dan mee doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb begrepen dat je er de golven mee kunt laten staan. Staat dat beter dan als die golven staan? Ik zou eerder zeggen als ze toch slapen, laat ze dan maar liggen. Dat weet ik eigenlijk niet of golven wel kunnen liggen. Ze kunnen echter wel staan. Zitten doen ze ook niet? Nee, zitten doen ze ook dus niet. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt. Wij zouden ons heel erg schuldig voelen als er door de plaatjes ooit wat ergs gebeurt. PA00 nyhedsfølgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.